Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FC 24 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FC 24 spelen. Wellicht kan je er iets uithalen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zou vandaag starten met Almere City tegen Go Ahead Eagles. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. En vergeet onze video's niet te delen met familie, vrienden en geliefden. En voor alle mensen die al geabonneerd zijn, we zien jullie. En voor alle mensen die al geabonneerd zijn, we zien jullie. Daar wordt opnieuw verzorgd door Jeroen Guter en Siert de Vos. En voor de liefhebbers van Nederlands voetbal hebben we vandaag Eredivisie voetbal. Wat mij betreft kunnen we beginnen, scheidsrechter. Nou Siert, hopelijk gaan we een spannende en aantrekkelijke wedstrijd tegemoet. De sfeer in het stadion is in ieder geval prima. We kijken naar de elf waarmee de thuisploeg van start gaat. Deze kans moet hij afmaken. De coach van de bezoekers gaat met deze basiself van start. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. En dat is een penalty. De scheidsrechter bestraft de speler met een gele kaart. Dat lijkt me terecht, toch? Ja, ik kan hier ook wel mee leven. Het was niet ernstig genoeg om de speler weg te sturen. Komt de aanloop. Ja, om de score te openen. En hij houdt hem! Zo, daar zit hij goed bij, zeg. Goed gepakte paas. Bakker. Daar op de vleugel zien we de ruimte. De voorzet wordt opgevangen door een tegenstander. Die kan uitverdedigen nu. Op eigen helft de bal veroverd. De bal kwijt. Ze komen nu dichterbij. En start die brommer maar. Deze voor de voorsprong. En we hebben een doelpunt, de eerste van de wedstrijd. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En moet je kijken hoe je hem dan vervolgens langs de doelman komt. Vol op het voorhoofd. Ja, dan is de keeper gezien.
Lekkere goal hoor. De score is geopend. Het is 1-0. Snapt, hij moet scoren. En weer eentje. Wat een geweldig moment. En een mooie voorsprong natuurlijk. Verliest balbezit. Ah, de verdedigende partij heeft geen problemen met zo'n bal. Schiet die bal zo naar de tegenstander. Dribbel, dribbel, daar komt hij aan hoor. Van dichtbij. Dat is een strafschop toch? Hij stopt de penalty. Goed gedaan, keeper. Wow, schitterende reactie. Wat een keeper. En ze hebben de bal weer terug. Lekkere steekpaas. Op tijd voor die bal. Dat is weer een doelpunt met zijn handtekening eronder. Nummer 2 van vandaag. Hij is gewoon niet te stoppen. Voor de keeper is dit om wanhopig van te worden. Twee man komen op hem af en die spelen dat dan heel beheerst uit. Voor de doelman is daar geen begin aan. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Mooie actie. Ze zijn in de eerste helft op een ruime voorsprong gekomen. Dit moeten ze kunnen volhouden. Ja, ik denk dat er niet heel veel te bespreken valt straks in de pauze. Ik bedoel, als je zo enorm uitloopt op de tegenstander, ja, dan mag je er ook wel eens een keer gewoon van genieten. Hè? Wie weet, doen ze er na rust nog een schepje bovenop zelfs. Nu snel eruit komen. Nog steeds in aanval. Nee, deze aanval loopt toch niet verder. Ze hebben de bal ingeleverd. En met de bal aan de voet de uitbraak. Raak! En zo blijven ze uitlopen. Wat gebeurt hier toch allemaal? Ze staan inmiddels 4 treffers voor. Een prachtige solo ging eraan vooraf.
En de afronding is om je vingers bij af te likken. Ja, als je ze eerst goed gewassen hebt, je handen. Mooie goal, Jeroen, toch of niet? Absoluut, Siert. De individuele klasse druipt ervan af. Kan niet anders zeggen. Fantastische treffer. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Vido Fischel geeft aan 2 minuten extra. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Het fluitje van... Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. En voor al hen die al geabonneerd zijn, we zien jullie. Blijven delen met familie, vrienden en geliefden. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Sterke actie. Ruimte op de vleugel nu. In het centrum gespeeld. De tegenstander weet die voorzet te onderscheppen en heeft nu wat tijd. Binnengehouden die bal. En dit ziet er behoorlijk dreigend uit. Een sublieme redding, zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. En hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het ook zo knap. En dat levert een formidabele redding op. De bal komt voor het doel. Daar komt een tegenstander tussen. Hij schiet hem ruim over het doel. Zelfs bij 3 doelen boven elkaar schaat hij er niet in. Hij raakt hem kwijt. Er ligt ruimte voor een counter. Hij geeft zijn opponent het nakijken. Die defensie reageert veel te traag. En ze komen weer aan de bal. Dit zou gevaarlijk kunnen worden. Het scheelt weinig, maar dat schot gaat naast. Mooi afgepakt, die bal. Wat gaat hij nu doen? Ja, gevaarlijke steekbal. Opgevangen en meteen weer weg. Goed gepakt door die doel. Kan meneer Cornelissen naar uitgang B komen? Hij is op zoek naar een opening. Die bal mag erin. Oh, en ook die zit. Haha, jongens. Ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Ja, het is simpel. Als er één schuldige is, dan is dat natuurlijk de keeper. Die stond totaal niet goed opgesteld.
positionering is ook een onderdeel van het vak. Hè? En dat gaat hier compleet de mist in. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Lekker opstomen met de bal. Wie houdt hem tegen? De bal raakt hem en gaat uit. En dan trek je naar binnen. Bal kwijt aan de tegenstander. Die daarmee het gevaar bezworen heeft. Een counter behoort nu tot de opties. Nee, de counter eindigt te vroeg. Misschien iets te veel risico genomen. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hé, hey, hupsa, weg met die bal. Dat is een sterke onderschepping. Ze mogen een inworp nemen. Nog steeds aan de bal hier. Die verdediger steekt er een stokje voor. De scheidsrechter fluit, maar wat doet hij nu verder? Hij raakt de bal kwijt. Felle druk door de tegenstander. De fans roepen om een schot. Op de paal en dus verder. En die bal is voorlopig weg. Goeie tackle en bal terug in bezit. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Via die ingreep gaat de bal uit. Inworp. Nee, paas komt niet aan. Onderschepping. We gaan er bijna mee stoppen hier. En met deze score zal er niets geks meer gaan gebeuren voor de thuisploeg. Ja, deze ploeg verdient alle lof. Kijk, als je zoveel doelpunten hebt gemaakt, dan heb je dat toch gewoon verdiend. De supporters zijn op iets heel moois getrakteerd. Nu zou die ergens mee kunnen komen. Oh, wat een kans! De doelman laat het doel helemaal onbewaakt. Nou, dit is natuurlijk wel een heel onvoorstelbare gang van zaken. Alsof ze de rode loper voor hem hebben uitgerold. Zo van, schiet hem er maar in. De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen 6-0. Drie minuten extra speeltijd wordt eraan gegeven. Ik vraag me af wat de scheidsrechter nu gaat doen. Hoog en diep gegeven. Hij krijgt hulp.
Daar heb je de fluitsignaal. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.